Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wie heeft er gisteren naar het journaal gekeken? Of naar Karre Wiet? Was het grote nieuws? Carla? Donald Trump is president geworden in Amerika. Ook in basisschool De Klimpaal in Sint-Jans-Molenbeek houdt het nieuws van de Amerikaanse verkiezingen de leerlingen bezig. Wat vinden zij van de nieuwe president? Er is een nieuwe president voor 4 jaar, Donald Trump. Die is al redelijk oud. Hij heeft mensen uitgescholden. Hij is ook miljonair. Die heeft wel al veel rimpels, vind ik. Is er iemand bang voor Trump als president? Ik heb wel het gevoel dat er heel veel miserie gaat zijn, dus dat hij foute dingen gaat doen. Ik ben eigenlijk een beetje ongerust voor Amerika, omdat ik wel denk dat Donald Trump heel snel dingen gaat doen zonder erbij na te denken. Ik denk dat hij ook liever president wil zijn of om de macht te hebben, van plaats van om de wereld beter te maken. Wie denkt, het zal best wel meevallen. Ik denk dat hij sowieso de helft maar gaat kunnen waarmaken, omdat hij heeft heel veel gezegd en de president kan niet alles alleen beslissen. Ik denk dat alles wat Donald Trump heeft gezegd voor de show is en dat dat allemaal was gewoon om stemmen te verzamelen om zo president te worden. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Ik vond zijn speech eigenlijk wel goed en dan zie je toch een beetje dat hij ook een beetje een andere mens kan zijn dan dat ik had verwacht. Dus ik denk en ik hoop dat hij misschien toch nog een beetje gaat meevallen.